Ik ben Mark de Neve, 58 jaar oud momenteel. En ik zit al meer dan 30 jaar in de sector restauratie van glazuurloodramen. Dus mijn naam is Dieter de Bakker, ik ben 41 jaar en ik leer hier in het glasatelier glas en lood maken. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat aan iemand over te brengen en ermee te starten. Want tenslotte zijn we iets bezig. Jij zit er zelf al 30 jaar mee bezig. En je veronderstelt dat iedereen begrijpt wat je doet. Voor u ligt dat voor de hand dat je een glas snijdt. En dat je dat lood afsnijdt, dat je dat soldeert, maar een leek die je daarmee confronteert, dat is niet zo evident. Omdat, dan beseft je eigenlijk welke stappen dat je allemaal moet doorlopen. Het was een beetje een stap in het onbekende eigenlijk, want eigenlijk, ik kende die mensen van toen nog blazen eigenlijk. Maar natuurlijk, ja, als je allemaal zo'n beetje dezelfde passie deelt, ben je al rap vertrokken. En, ja, ik ben hier ondertussen al toch al bijna een jaar, denk ik, en nu doe ik dat wel vlot. Ik vind dat hij het allemaal wel goed uitlegt, moet ik zeggen. Hij heeft mij in het begin allemaal het gereedschap leren kennen, de soorten kleuren, de soorten glazen, ook het materiaal en zo. En, ja, hij heeft dat wel goed uitgelegd. In eerste instantie moet je creatief aangelegd zijn, handig zijn, zeker interesse ook in monumentale kunst. Naarmate dat je ermee bezig bent, die moeilijkheidsgraad, de stukken dat je tegenkomt, soms zeer oude voorwerpen die je in je handen krijgt. En op de lange duur wordt dat een echte passie om die zaken te bewaren, te conserveren en die in perfecte staat terug te plaatsen. Ja, ik vind het wel belangrijk dat dat zeker en vast doorgegeven wordt. Want het is iets dat eigenlijk nooit zal kunnen geautomatiseerd worden met machines of zo. Voor de opvolgers of zo is dat wel belangrijk dat dat, dat dat beschermd wordt, dat beroep. Woke up from a whisper. We zijn nu een jaar bezig en die basishandelingen zijn er allemaal. Dus hij weet perfect hoe het glas in loodraam gemaakt wordt, welke stappen dat doorloopt. En ik denk vooral het laatste jaar dan moeten we ons richten op het perfectioneren van die technieken. Er leren vlot en ook snel meewerken. Maar nu ben ik eigenlijk bezig met een soort middeleeuws glas. We hebben dat gedemonteerd en het is eigenlijk een soort Jezusfiguur die erop staat. Het lijkt mij wel boeiend omdat ik geïnteresseerd ben in geschiedenis om met oude materialen te werken, nieuwe opkuisen en iets nieuws van maken eigenlijk. Dus dat vind ik wel het boeiendste dat ik nu al gedaan heb. Ergens op het school kun je dat niet leren. Je kunt dat wel via hobbymatig kunnen dat natuurlijk leren. Maar eigenlijk die oude technieken, die moeten bewaard blijven voor de toekomst van ons erfgoed. Ik zit regelmatig in Engeland waar ik zaken bekijk, waar ik soms ramen in mijn handen krijg van 3, 4, 5, 600 jaar oud. Dus die ramen die moeten er binnen 100, 200, 300 jaar nog zijn. Dus als die een techniek verloren gaat, dan houdt het op een gegeven moment op voor die ramen. Dan vallen die van ouderdom uit die kerk of uit die kathedraal en dan houdt het op. En dat kan nooit de bedoeling zijn.